Dit is onze haarstylist Anand en hij weet alles over haarverzorging. Hoe verzorg je je lange lokken, korte kop of dansende krullen nou het beste? Welke producten passen bij jouw haartype? Onze haarstylist gaat de straat op en geeft voorbijgangers praktische tips. Opgelet, daar gaan we. Ja, wat wil hij gaan zeggen? Goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben haarstylist en ik mag u een gratis haaradvies geven. Een tip voor iets anders is altijd wel leuk. Mijn advies aan u is om de bovenlagen zeg maar wat langer te houden en juist die onderlaag iets korter te maken. Ja. Waardoor je een mooie valling in de nek krijgt en het wijen hier een beetje eraf gaat. Dankjewel. Okay. Alsjeblieft. Top tip. Ja. Dan ga ik hem vragen over de steltang of dat erg slecht is voor je haar. Oh, dat wil ik ook weten. Dat je een foamversteviging gebruikt, waardoor je een hittebescherming hebt. En de steltang er snel doorheen haalt, dan is er niks aan de hand. Nou, eigenlijk blijft het niet zo goed zitten. Het is wat langer aan de voorkant. En gebruik je versteviging voor het foamen? Nee, verder niet. Nee. Helemaal niet. Nee. Het is wel handig om dat te doen. Door de versteviging krijg je juist volume in je haar. Niet vergeten, dat is een schitterende tip. Eens even kijken, wie hebben we daar? Het is zo dat ik, zodra ik het laat groeien in mijn lok, dat ik een boerenkrul krijg. Een boerenkrul? Het hangt een beetje slap. Daar heb ik een oplossing voor, loop maar even mee. Okay. Ja? Om meer volume in je haar te krijgen, heb ik hier een paste. Neem je een beetje van op je handen en die kneed je dan door je haar heen, waardoor het wat voller en wat dikker aanvoelt. Och, een paste, wat een hip woord. Ja. Nou, je ziet het ook. Kijk, het kapselrad. Lieve dames, willen een nieuwe koep. Nou, jij zeg misschien? Het maar. Nee. U misschien? Nee, hoezo niet? Nee, echt niet? Nee, dank je. Echt niet? Maar misschien wil zij wel. Wil jij? Ja, wil jij? Ja, doe nou. Ja, is goed. Okay, ze gaat het doen. Naar het rad. Dit is de 20-jarige Leonie, een pittige student uit Amsterdam. En zij durft het aan om haar kapsel een nieuwe look te geven. Geef maar een slinger aan het rad. Oh, dat is zo spannend. Half lange stijl. Stel haar, met volume. Dus we gaan lekker aan de slag. Ja, spannend. Nou, ze heeft er zin in hoor. Ik vind het wel leuk dat ze weer eens wat anders krijgt, want ze heeft al jaren dit kapsel. Ik ga een basis bij je knippen, maar daarna gaan we die feunen. En na het feunen ga ik het volume erin knippen bij je. Dan ga ik je nog handige tips meegeven, zodat je het zelf makkelijk thuis ook kan doen. Oh, en tips voor thuis willen we horen. Kijk, de mensen is nieuwsgierig zijn. Ja, die Anna is op zich natuurlijk al een schouwspel. Ik ga je haar stijl maken. Stijl haar wil niet zeggen dat je geen volume hebt. Om dit volume te krijgen, gebruik de booster. Dit kan je op handdoek droog haar sprayen. En als je het nou feunt, wordt het effect versterkt. Een booster, weer zo'n hip woord. Nou, laat zien. Dames, de gouden tip voor het feunen van de lok is het feunen in de tegengestelde richting waarop de lok gaat vallen. Hierdoor krijg je en volume en de lok valt mooi over het voorhoofd. Leonie, gaat het nog met je? Nou, er is wel veel af. Ach, nou, hij is niet te stoppen. Kijk, die haardos, komt het goed? Dit gaat echt goed komen, hoor. En dat kwam het. Zie hier het grootste resultaat. Ben je er klaar voor? Ja, laat maar zien. Oké. Okay. Heel mooi, anders. Ja, ik vind het ook. Hey, mooi. Vind je het mooi? Ja, ik vind het echt hartstikke leuk. Ja, ik vind het ook schitterend. Iedereen is tevreden. En Anand kan weer lekker naar huis. Tot volgende keer.